vermogend ondernemer, toch? Ja, afhankelijk wat je definitie daarvan is. En, dat je heel veel geld verdiend hebt? Ja, nou ja, dat zal ik niet direct betwisten. Om echt iets te bereiken moet je heel erg hard buffelen. Asbert, hoe is het met je? Prima. Ik mag helemaal niet mopperen ondanks corona. Nee, want we hebben elkaar, volgens mij ruim 3 jaar geleden gesproken. Inmiddels getrouwd volgens mij. Dat is een beetje het laatste wat ik terugvind als ik google. Zeker, ja, vorig jaar. Het was nogal een feestje, hè? En zeker, ja, dat was een flink feest. En twee dochters rijker inmiddels. Dus ik ga gewoon door op mijn oude dag, Ronnie. dus privé niks te klagen allemaal? Nee, en dat doe ik dan ook niet. Oké, heel goed. Hey, luister, even een aantal dingen die ik met jou wil bespreken. Om te beginnen, ik weet dat in het vorige interview begon ik over voetballen. Want nou heb ik daar op zich niet zoveel mee. Maar jij wel in het verleden daar ook zeg maar zakelijk bij betrokken geweest. Heb je nu nog iets met voetbal? Of hoe kijk jij daar nu naar de huidige situatie in de voetbalwereld vanuit investeringsoogpunt? Nou, wel letterlijk en figuurlijk op grote afstand, hoor, Ronnie. Dus ik heb echt daar heel... Heel veel insight informatie over, anders dan wat ik meekrijg uit de media. Okay. Maar goed, het is denk ik een open deur om aan te geven dat voetbalclubs het moeilijker hebben. Hè? Zo. Dat het heel lastig zal worden om de begrotingen rond te krijgen. En waar ik wel een beetje bang voor ben, is dat er nog wel clubs gaan sneuvelen in deze tijd. Mm. Goed, heel veel meer info dan wat je in de media daarvan meekrijgt, heb ik ook. Onder afstand van. Dat ik veel te druk ben met mijn alle andere activiteiten. Nou, ik zou zeggen, vertel het even voor de mensen die jou niet kennen. Ik mag jou toch wel kenschetsen als een vermogend ondernemer, toch? Ja, afhankelijk wat je definitie daarvan is. Dat je heel veel geld verdiend hebt? Ja, nou ja, dat zal ik niet direct betwisten. Nee, dus dat betekende dat je, maar dat is wel leuk, want ik heb natuurlijk in het verleden vaker ondernemers geïnterviewd die een vermogen bij elkaar verdiend hebben. En het leuke is, wat je dan vaak merkt, is dat geld eigenlijk niet echt de drijfveer is. Geldt dat voor jou ook? Zeker, het is zeker niet de drijfveer. Het is wel in mijn vak wat ik nu heb een heel belangrijk instrument om leuke dingen te kunnen doen. Want met de euro's die ik in het verleden verdiend heb, investeer ik nu. En hoe meer euro's je te besteden hebt, hoe meer leuke opportunities je kan benutten. Dus in die zin vind ik het wel belangrijk. En daarnaast is het ook het resultaat van mijn inspanningen moet er ook toe leiden dat die 1 euro 2 euro wordt. Dus uiteindelijk is het doel is niet om 2 euro te hebben in plaats van 1. Maar het doel is om dusdanige interessante investeringsproposities te traceren tegen een beheersbaar risico en dan uiteindelijk als resultaat te bereiken dat die 1 euro 2 euro wordt. En dat geeft mij op. Ja, is dat verslavend? Voor mij wel, ja. Ik kan daar mijn ondernemers drive wel in kwijt. Vertel eens, waar ben je allemaal mee bezig? Nou, ik investeer met name via private equity fondsen, dus het is in die zin wat saaier dat ik daar niet... Wellicht zulke hele spannende verhalen over kan vertellen, maar ik zit in 35 private equity fondsen. Dat is vrij breed, dat is van investering in software tot food en agri, tot een bedrijf die een etikettenfabriek. Dus dat is heel breed. Ja. Nou goed, dat is ook leuk, want daar leer je heel veel van en je ziet waar geld verdiend wordt, waar niet en waarom. En wat de belangrijke elementen zijn bij de waarde die daar gecreëerd wordt. Uh-huh. Dus dat maakt het ook leuk. Ik leer nog iedere dag en dat wil ik ook vooral blijven doen. Want neem eens mee in die private equity wereld, want je zegt 35 fondsen. Hoe ziet dan, wat doe je dan wel en wat doe je dan niet? Is het een kwestie van nou, je stort geld in het fonds en één keer in de zoveel tijd krijg je een rapportage hoe het met je geld gaat? Of hoe werkt dat? Dat kan. Ik ben wat meer dan gemiddeld betrokken bij een aantal fondsen. Bij een aantal fondsen zit ik ook in de advisory board, investment committee, strategisch adviseur. En dan zit je dichter op de bal om maar de voetbalterminologie er weer eens bij te halen. Maar over het algemeen zijn ook een behoorlijk aantal fondsen waar ik inderdaad geld over maak, regelmatig rapportages krijg, meepraat en verder niet heel actief, niet een heel actieve rol heb. Hmm. Wat dan belangrijk is om enerzijds de goede investeringsopportunities te vinden en anderzijds ook goed te blijven monitoren.
En vaak begint zo'n fonds dan ook wel weer een nieuw initiatief. En dan is het ook belangrijk om daar goed voeling mee te houden om te kunnen beoordelen of je weer meedoet of niet. Hey, en bij welke bedrijven ben je dan, zit je wat dichter op de bal? Bij Main Capital zit ik in de advisory board. Bij MKB Fonds ben ik strategisch adviseur. Pride Capital ben ik, hoe noem je dat zo mooi, lid van de advisory committee. Moest even te denken, ik ben nog wel wat vergeten. Ja, als er 35 zijn, dan vergeet je het nog wel. Nee, ik heb nog wel wat rolletjes zo hier en daar. Ja. Juryvoorzitter, of althans afgelopen jaar geweest van de Best Small Cap Deal. Dus daar wordt dan de beste deal met een bepaalde omvang, in dit geval een wat kleinere deal in de private equity wereld, beoordeeld. Dus zo, ik ben wel actief ingebed in de private equity community in Nederland. Dat is ook wel fijn, omdat je daardoor bijna alle opportuniteiten die in Nederland ontstaan, komen ook wel langs mijn bureau. En hoe meer keuze je hebt, hoe beter het is om goed afgewogen beslissing te maken. En wat is het effect van de laatste maanden, en nou ja, misschien de laatste maanden hebben we nu al achter de rug, maar van de komende periode als het gaat om de coronacrisis en de effecten daarvan op ondernemen in Nederland? Of zit je met name in Nederlandse bedrijven of is dat echt internationaal? Ik zit wel in Nederland, er zijn ook wel wat, het is wel een stukje in Duitsland, Scandinavië, een klein stukje. Over de plas in Amerika, maar het merendeel van de investeringen is in Nederland. Mm-hmm. En merk je wel dat we nu weer heel anders aankijken tegen corona en de impact daarvan dan in maart, toen het in alle hevigheid losbarstte. Toen was het beeld van nou, voorlopig zullen alle exit trajecten wel on hold worden gezet. Er zal voorlopig ook geen niet of nauwelijks investeringsactiviteit zijn. En je ziet inmiddels alweer dat iedereen hard bezig is met het opzetten van processen om bedrijven te verkopen. Dat er weer tenders georganiseerd worden, veilingen waarbij bedrijven verkocht worden. Mm-hmm. Dat de banken weer beginnen te financieren, die aan het begin een handenvol hadden aan de coronagerelateerde kredieten. Mm-hmm. Die zijn nu ook weer actief met het mede mogelijk maken van de financiering van investeringen. Mm-hmm. En die combinatie maakt wel dat we weer vrij snel genormaliseerd lijken te zijn. En dat alles voor een groot gedeelte alweer is zoals het was. Het belangrijkste verschil is dat, dat liquiditeit natuurlijk een groot issue is, omdat je moet er toch rekening mee houden dat de verplichtingen die je werd aangegaan als investeerder gewoon doorlopen. En de, cash in, omdat je bedrijven ook verkoopt, dat onderdeel is van mijn model, dat het wat langer kan duren dan we gewend waren. Mm-hmm. Dus je moet wat meer zandzakken voor de deur hebben in termen van liquiditeit. Dus wat voorzichtiger zijn met nieuwe investeringsopportunities aangaan. En wat meer focus op de bestaande portefeuille en de mogelijke liquiditeit die dat nog behoeft. Zandzakken voor de deur noem je dat. Ja, inderdaad. Ja. Maar die heb je nog genoeg. Zandzakken met euro's erin. Ja. Ik probeer wat voorzichtiger te zijn met nieuwe investeringen. Zodat wat meer kruid erop blijft inderdaad. Ik vind twee dingen interessant om met jou over te praten. En dus ze schieten me nu te binnen hoor. En de eerste is, zijn er dingen, als jij kijkt naar de wereld, even wat breder perspectief, hè, zijn er dingen waar jij je zorgen om maakt, als je om je heen kijkt wat er allemaal gebeurt? Ja, die zijn er altijd, maar dat ik er zomaar één of twee uitpik en dan ook nog eens die specifiek corona gerelateerd zijn, want ik denk dat je dat bedoelt. In volledig brede zin. Als we kijken naar ontwikkelingen op het gebied van klimaat, als we kijken naar internationale ontwikkelingen, hoe landen zich ontwikkelen en wat dat betekent voor internationale handel. Gewoon de grote bewegingen. Ja, in de wereld. Zorgen, hè. Want natuurlijk is klimaat een belangrijk issue en hoe dat zich ontvouwt. Nee, maar we zien nu door corona ook hoe eng het misschien wel was of is om zo dicht op elkaar te zijn met z'n allen. Maar ook Trump is vind ik best eng. Hè? Dat is ook een heel blij projectiel. Zeker in deze tijden maakt dat
Ja, maakt het best wel ook wat angst in je los. Dat je denkt van wat gaat hij nu weer, uitvreten. Ja. Er zijn denk ik een heleboel dingen waar het gezond voor is om permanent een stukje angst voor te hebben. Maar de dingen waar je geen invloed op hebt of nauwelijks invloed op hebt, probeer ik me niet al te druk over te maken. Ik probeer het toch micro te zien van wat kan ik vandaag of morgen beïnvloeden. En dat is met al deze zaken niet zo eenvoudig aan de orde. Dat is weer wat anders dat je dan zegt van nou, ik doe maar niks, want ik kan het toch niet in mijn eentje veranderen. Maar zorgen hebben, probeer ik daar niet over te hebben. Want dat, dan zou je geen oog dicht doen om iets wat je zelf niet zomaar kunt veranderen. En dat is denk ik zonde van je negatieve energie. Ja, een hele goede les. Het tweede wat ik voor jou wil weten is, er zijn vrij veel jonge ondernemers ook die kijken naar CVD-TV, studenten, jonge ondernemers. En die vinden het altijd prachtig om mensen zoals jou te horen. Hè? Want jullie zijn toch gewoon role models. Hè? Jullie staan in de quote en jullie hebben miljoenen verdiend. En wat zeg je tegen dat soort gasten? Als jij, want ik kan me ook voorstellen dat je wel eens tegenkomt in het wild. Wat zijn boodschappen tegen die generatie die er nu allemaal aan zit te komen? Nou ja, de jonge generatie verwacht dat je ze adviezen geeft in de zin van als jij iets heel slims uitdoktert, dan kun je daarna met relatief weinig doen heel veel geld verdienen. En ik ben van een andere generatie, dan zie ik de kloof alweer. Ik ben nog maar 48, maar toch. Laat ik zeggen, om echt iets te bereiken moet je, dat kost bloed, zweet en tranen, moet je in de eerste plaats heel erg hard buffelen. En dat is iets waar je je meestal niet zo populair maakt. Want de jeugd verwacht wat tips te geven hoe dat wat eenvoudiger kan. En hoe dat desondanks miljoenen binnenstromen. Goed, en als je op een gegeven moment een bepaald vermogen hebt, dan kun je in staat zijn, als je daar voldoende tijd in steekt en voldoende kennis van krijgt, om met wat minder inspanningen van die 1 euro, 2 euro te maken. Om tot 1 euro te komen en dus een kapitaal te vergaren waarmee je daarna wellicht wel slimme dingen kunt doen, zul je de eerste plaats heel erg hard moeten ontwikkelen. En dat is wat de huidige generatie in ieder geval niet het fijnste antwoord vindt om te horen. En betekent dat ook dat je enorm gedreven moet zijn in waar je mee bezig bent, zeg maar, dat je dat leuk moet vinden? Zeker, je moet het leuk vinden. Je moet natuurlijk ook best een plaats voor je hoofd hebben en een doel waar je vol voor wilt gaan. Dan moet je alles voor aan de kant schuiven. Hè? Want, dat betekent dat je dan vanavond niet naar de kroeg kunt, omdat je vanavond nog verder moet werken aan je bedrijf. Mm-hmm. En dat er heel veel leuke dingen on hold staan, of in ieder geval voorlopig niet aan de orde zijn. Dat je eerst die 80 uur per week moet steken in het succesvol maken van je droom. Ja, hey, en het is ook, ik vind altijd ik heb altijd respect voor ondernemers, want heel veel, ik vind mezelf, ik ben wel ondernemer, maar ik neem niet zoveel, ik hou niet zoveel risico nemen. En ondernemers die kunnen op een of andere manier, hebben die soms de ballen om echt op momenten dat je denkt, oh my god, om dan toch dingen te doen. Kun je, als je terugkijkt, heb jij daar momenten dat je denkt van, toen ik daar zat, dit was echt zo. Daar kan ik met terugwerkende kracht meer zorgen over hebben dan over de macro-issues die we net noemden. Dat zijn er heel erg veel, maar ik denk in ieder geval het investeren in een voetbalclub, want dat is niet, dat zou ik bijna geen investeren durven noemen, want investeren, dat betekent dat je van plan bent om, zoals meermaals genoemd, van die 1 euro, 2 euro te maken. En, maar, dit was in een putje gooien. Laat een dichter bij een voetbalclub in de hoop dat ooit nog eens een keer terug te zien, laat staan, daar misschien ook nog rendement op te realiseren. Dat zou ik niet meer zo snel doen. Nee. Want Vitesse, van blijft ook Vitesse, toch? Ja, inderdaad. Ja, en want hoeveel geld heb je daar toen in gestopt? Het precieze bedrag, dat heb ik nooit genoemd en dat ben ik ook niet van plan om te gaan noemen, maar dat loopt wel in de miljoenen. Dat loopt in de? Miljoenen. Ja, gewoon best wel heel veel geld gewoon. Dat is heel veel geld en dat is eigenlijk mijn hele pensioenpotje zat in de voetbalclub. En daarnaast had ik een bedrijf op dat moment wat ook een stuk minder goed ging dan het wel eens gegaan was. Dus dat was best heel zorgelijk. Dat, ik ben niet iemand die zegt dat had ik achteraf wel of niet moeten doen. Want achteraf kun je dat niet beslissen, dat moet je moet vooruit blijven kijken. Maar het heeft wel...
vind je best een tricky iets. Ja, daar sliep ik niet zo heel lekker bij een aantal momenten. Maar een pensioenpotje van een paar miljoen, je had ook een paar honderd miljoen of zoiets op een gegeven moment. Het zijn allemaal maar van die bedragen dat ik denk van ja, hoe ziet dat eruit op berekening? Maar jij bent toch goed voor een heel groot vermogen? Op berekening eruit ziet, dat weet ik helaas niet. Want dat zat ook vast in een bedrijf wat uiteindelijk ook het bedrag niet opgeleverd heeft. Maar inderdaad heb ik wel een vermogen gehad van honderden miljoenen. Maar dat is wat anders dan dat het op je bank staat. En het is wat anders dan dat je daar van naar de Albert Heijn kan. Ja. Dus het verschil tussen liquiditeit en vermogen is dat is nogal een gat. Hè? Ja. Destijds dat ik heel hoog in de quote stond, ook wel gebeld door huis- en huisservitiers die zeiden hoe voelt het dan om zoveel 100 miljoen op je rekening te hebben. Ja, ja. Dus ik heb geen idee, dan snappen ze dat meestal doorgaans niet. Ja. En, dat zijn toch echt twee andere grootheden. En, ja. Inmiddels probeer ik het ook wel zo te organiseren dat... dat er ongetwijfeld dingen niet goed kunnen gaan in mijn investeringsportefeuille, maar dat ook de liquiditeit en het structureel die verplichting kunnen blijven voldoen, gecontinueerd kan worden. Met de nodige reserves mocht shit de fan hitten, zeg maar. Inderdaad, ja, ja, ja. Met de verspreiding. Hè? Ik zit Inditech via al mijn investeringen in private equity in meer dan 150 bedrijven. En daarmee bereik je een goede spreiding en dan zie je ook... nu met corona, dat een reisgerelateerd bedrijf waar ik in zit bijvoorbeeld heel slecht gaat, logischerwijs. Hè, met aan de andere kant een bedrijf in videoconferencing waar ik ook in investeer, door het plafond gaat. En dat heft elkaar natuurlijk mooi op. Ja. En daarnaast zit ik nog veel in software en healthcare. En dat zijn segmenten die op de beurs bijvoorbeeld in veel gevallen nog hoger genoteerd zijn dan voor de coronacrisis. Dus dat is business die goed blijft liggen. Dus eigenlijk als we kijken naar Maasbloed Schouten, zowel privé als zakelijk, gaat het hem voor de wind? Ja, het is een beetje een saai verhaal, Ronnie. Nee. Ik vind het super interessant. Dus het enige, ik wil eigenlijk ook afsluiten met voetballen, want ik weet ook nog dat, had jij niet ooit, je had toch het huisje van Wesley Sneijder gekocht? Ja, daar ben ik nu ook, ja, inderdaad. Ah, daar woon je nog steeds? Ja. Dat was inclusief inrichting, toch? Ik woon zowel in Amsterdam, in de Jordaan, als ook in Elst, vlakbij Arnhem. En een beetje 50-50. Maar ik heb inderdaad de woning inclusief inrichting overgenomen. En die inrichting heb je nog niet aangepast? De schilderij achter mij, de mugshot van Frank Sinatra, zat er niet bij. Dus die heb ik van mijn kinderen gekregen voor mijn verjaardag. Maar de bank, de tafel, de stoelen en het bed van Jolante zijn allemaal blijven staan. Ja. Ik wil het niet weten. Want nou, Wesley is wel weer, hij was weer aardig positief in het nieuws. Heb je zijn boek al gelezen? Nee, ik heb zijn boek niet gelezen. Maar ik ben wel een van de gelukkigen die hem via WhatsApp doorgestuurd gekregen heeft. Daar was de uitgever van Wesley niet zo blij mee gekregen. Oh, jij had hem al voor... Hij schijnt nogal veel gedistribueerd te zijn via sociale media en WhatsApp. Dus ik heb die versie binnen zien komen, maar ik ben er niet naartoe gekomen. Heel goed. Hey, mag ik jou danken voor de update die je me hebt gegeven. Goed om te zien en te horen dat het goed met je gaat. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dan praten we weer bij. Ik hoop dat het de volgende keer net zo saai blijft. En dat ik je geen hele, niet al te vervelende smeuïge dingen hoef te vertellen. Heel goed. Het was mij een genoegen, Maas. Dank je wel. Dank je wel, Ronnie. Hoi. Oké, hoi.